Maar bent u een quizzer? Hebt u een brede algemene kennis? Of, Wat is het verschil als je zegt brede algemene kennis? Ja. Dat is een tautologie, nee? Wacht, hè. Dat we zeggen twee keer hetzelfde zeggen, ja. Hij is presentator, dus geen kandidaat. Nee, nee, absoluut niet. We zitten er op één niet op canvas, meneer de Koning. U gaat dat zeer goed doen, hè. Ik wens u veel succes. Wat denk je van de tegenstanders, Herman? Wel, het zijn zwaargewichten, hè. Fysisch en mentaal, hè. Allee, als je hier komt als invaller... Ja? En je hebt te maken met geroutineerden. Ja? Ik heb die uitzending voor één keer kunnen bekijken. Ja. En dat waren de twee winnaars van vanavond. Ja. Dus komt je met complexen zo groot als de termen. Wat denk jij ervan, Goedele? Moet hij bang zijn van jullie? Of, Ik denk het niet, want zoals ik hem ken, hij weet echt heel, heel veel. En heeft een zeer goed geheugen, in tegenstelling tot dat van mij. Dus ik denk dat dit vanavond mijn Waterloo wordt. Serieus, ja? Ja. Bart, ben jij blij met Herman als tegenstander? Zeer zeker. Hij heeft mij ooit een mentaal gehandicapte genoemd. Dus Hij is het nu aan zichzelf verplicht om mij te verpletteren. En als minister van staat in ontbinding zal hem dat ook wel lukken. Nee, maar wat juist is bij de Wever, hij is de uitzondering de regel bevestigd natuurlijk. Ah, dat is mooi. Dat wist je nog niet, Bart. Hij heeft 2 jaar gewacht om mij dat te bevestigen. Ik moet toch een beetje volk hebben dat durven zeggen natuurlijk. Ja, dat is waar. Je kunt beter wachten op het goede moment, hè, Bart. En dit is een mooi moment, hè. Ja. Dat zullen we straks zien. Ik wens je in ieder geval ook vanavond veel succes, alle drie. En ik moet de jury nog voorstellen. In andere programma's is hij meestal heel erudiet, maar wij geven hem gratis wiet en dan wordt hij een fullspeed deugniet. Professor Kerkelijkrecht, Rick Torfs. De slimste mens kent het vetgehalte van préparé, maar ook de wet van Ignace Crombé. Namelijk, vrouwen zijn op hun mooist met een blauw oog of twee. 15 vragen over de zin en vooral de onzin van het leven. Wie juist antwoord blijft aan de beurt en elke derde vraag levert 10 seconden op. Haar neus, ze was eigenlijk met een edelman, een Spaanse edelman, voor ze Boudewijn leren kennen. En speciaal voor hem liet ze haar neus verbouwen. Die neus was heel scherp. Als je er een brood naar smeet, kwam het gesneden terug. Vraag 8, Herman. Beetje respect voor de monarchie, alsjeblieft, zeg. Een kinderhand is vlug gevuld, ja, hè? Absoluut. In mijn geval zeker. Ja. Want dat is toch een dure duvel eigenlijk, hè? Dat is veel, zeg. Ja, wow. Ja. Zijn en erop, hè? Ja, absoluut, ja, ja. Het is juist, ja. Fantastisch. Ja. Zijn alcoholisme is wel gekend in de wet. Het is te zeggen dat anderen kunnen de duvel niet intomen en anderen tonen het natuurlijk. Niet waar? Ik weet niet, de enige die volgens mij iets van duvel kent van alle drie is Goedele. Die heeft tenminste een moord gehad. Vraag 11 in u. Hoeveel betaal je voor 3 duvels in dat inmiddels beruchte café Au Roi d'Espagne? Wel, het is de concurrent van de voorgaande. 3 keer 5,80 is 15 plus 24, 17,50. Ja, maar het was niet 5,80. U zat er gewoon niet bij. Het was 5,90. Ja, 30 bij. Ja. Ja. Goedeles, de kans gaat naar jou. Shit, nu zit ik niet meer mee, pardon. Hè. Dus 17,70. 17,70, goed gerekend, Goedeles. Ik kan nog thans niet goed rekenen, maar... Ja, nee, dat is goed gerekend. Ik had het voorgedaan ook. Ja, ja, dat is wel. Professor, gaat u wel eens naar de Night of the Proms? Heeft eigenlijk weinig zin, Quizmaster, want het zijn daar telkens toch weer elk jaar opnieuw de Simple Minds. En die zie ik er al elke avond voor mij. Aspirine? Nee. Ah, misschien... Allez, voor vrouwen daar. Ja. Dat is wel tegen de tijd. Hè? Ja. Tabletten tegen zwangerschappen. Ja. Anticonceptiva. Ja. Gaat u naar de volgende of gaat u nog antwoorden? Anticonceptiva. Dus, hoe heet dat? Hoe heet dat? Anticonceptiva zijn verschillende merken. Ja, nee, maar dit heeft een specifieke naam. Dat weet ik niet, gebruik die niet. Nee. ik zou pas zeggen. Ja. Pas zeggen. Pas, ja. Enfin, dat is niet het juiste antwoord. Ah, ja, condoom. Condoom, zeer goed, ja.
Spiraaltje? Nee, geen spiraaltje. Ik weet pas. Je past, ja. Kan dat een spiraaltje ja, zijn? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Contragel, ja, voor gebruik voor de dingen die je kent. Condoomgebruik? Nee, nee, nee. Of voor vaginaal gebruik? Nee. Nee. Nou, contragel staat erop. Nee. Contraceptiva. Ja, maar wat is het? Wat is het? Een spermacide. Spermacide, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Volgende. Dat zijn twee condooms. Nee, vaginale ring. Wat is? Vaginale ring. Nee, nee. De volgende? Of, ja. Op, ja. Een anticonceptiva pleister. Zeer goed, ja. Condooms voor tweelingen. Toch toch mooi, of wat? Nee, pas op, die tijd loopt. Stop. Dat moet een vaginale ring zijn. Ja, zeer goed. Dat is weer een contraceptieve, maar eigenlijk een morning after. Ja, zeer goed. Ja, zeer goed. Dat is fantastisch gespeeld. Wie mag er aanvullen? Bart. De pil, een vrouwencondoom. En dan zo'n staafje, een vrouwencondoom en een staafje. Ja, staafje, ook goed. Ik had gezegd staafje. Ja, ik heb zoveel gezegd. We zoeken er nog eentje, goed. Een diafragma. Zeer goed, ja. Bessarium of diafragma. Dat zijn die twee condooms, kijk die met dat hoedje. Dat is een diafragma. Diafragma. Ah, ja. Ik dacht dat dat van een fotoapparaat was. Hadden jullie het thema door? Die nee, we gaan kijken. De eerste was inderdaad ja, de pil. Heet dat, Ja, de pil, maar ja, maar. Ja, maar als ik zeg een contraceptiva, is dat geen pil? Maar waren allemaal nee, nee, contraceptiva's. Se, ja. Er moet niet is één die zich de pil noemt. Ja, absoluut. Ja. Ik heb wel de indruk dat hij zijn pillen niet genomen heeft. Oh ja, of te veel. Goed, we gaan naar het tweede. Vrouwencondoom. En niet voor tweeling. Enfin, regia's had ik ook goed gerekend. Maar... De pil die ook wel de noodpil wordt genoemd, omdat ze eigenlijk morning after, je kunt ze gebruiken tot 72 uur na de bevalling. Enfin, na de bevalling. Ja. Goed, we gaan naar de volgende ronde. Die is voor Bart. Goed gespeeld, Bart. De driedubbele van Herman bij de verkiezingen zal hij dat herhalen. Ja, hoop doet leven, hè. Ja, dat is waar, ja. Nee, hoop doet leven, maar je doet het wel zeer goed, Bart. Je gaat naar de achtste kerel. Tja, wat kan ik zeggen? Ja, niet veel, hè. Ja. Wie gaat het halen, denk je? Wel, in deze kan ik niet anders dan het aangenaam gezelschap dat ik naast mij zie een verlengd verblijf toewensen in die stoel. En dus dat Herman naar Brakel mag teruggaan om zich daar met andere dingen bezig te houden. Maar het is niet persoonlijk, hè, Bart? Helemaal niet. Nee.